en welkom bij deze nieuwe video. Vandaag ben ik weer bij jullie terug met een nieuwe collectie van Elf, de Cookies and Dreams collectie. Ik ontving dit pakketje in PR en ik was zo enthousiast, want ik had de collectie al gezien online, alleen hij was hier nog niet te halen. Dus toen ik hem ontving, wist ik dus automatisch, oké, hij is nu te koop bij Douglas. Ik heb het opgezocht en de hele collectie is er ook al. En ik ben zo blij dat ik hem heb ontvangen. Ik ben zo benieuwd, want ik had deze collectie sowieso willen hebben op mijn kanaal, dus anders had ik het allemaal gewoon moeten kopen met mijn eigen geld. Dus het scheelt mij weer een hoop geld. Niet een hele hoop, want jullie weten, Elf is lekker betaalbaar. En dat maakt me ook weer enthousiast. Ik hou van betaalbare make-up. En ik ben heel benieuwd naar deze collectie, want het heeft te maken met koekjes. En ik hou van koekjes. I love it. Ik hou van snackjes en zo. Dus ik ben heel benieuwd of deze collectie ook echt goed gaat zijn. De verpakkingen en alles maken me al heel enthousiast. Maar natuurlijk moet het gewoon goed zijn, anders hebben we er helemaal niks aan. Dus dat is wat we vandaag gaan bekijken. Vind je dit nu al leuk? Vergeet dan niet alvast te liken en te abonneren. Zo blijf je op de hoogte van mijn 4 video's in de week. En dan gaan we snel beginnen met deze review. Mijn haar is zo vettig. Dit kan echt niet zo. Man, man, man. Dat is dus wat ik haat aan stijl haar. Je haar wordt zo snel vettig. Met krullen is dat echt helemaal niet te zien gewoon. Nou, zoals je overduidelijk kunt zien, heb ik nog helemaal geen make-up op. Het enige wat ik heb gedaan is mijn wenkies. En het zal je misschien opgevallen zijn als je heel scherp bent, maar ik heb weer een lash lift gehad. Dus mijn wimpers staan weer mooi omhoog. I love it. Ze staan hier een beetje in de war. Ik heb het gisteren laten doen. Dus ik ben er weer heel enthousiast over. I love it. Jullie weten, ik heb crappy wimpers. Maar altijd met zo'n lift worden ze echt een stuk beter. Oké, laten we beginnen. Dit is dus het PR pakketje. En hier zit alles in. Kijk, alles zit hierin. Ik ga gewoon alles eruit kleuren. En ik ga beginnen met iets voor de lippen. Dit is de Elf Cosmetics Cookies and Dreams Cookie Crumble Lip Exfoliator. Dit is dus hun lipscrub. Hun hebben deze lipscrubs al, maar dit is dus ja, een andere versie voor deze collectie. Ik weet niet of het gewoon de exacte scrub is die ze al hebben of dat het echt een andere is. Maar iets in mij zegt dat het gewoon de exacte scrub is die ze al hebben. Ik ben altijd een beetje moeilijk met lipscrubs. Ze moeten wel gewoon echt goed zijn en een beetje ruw zijn wel echt. Dit is dan hoe die eruit ziet. Zo blauw met allemaal van die zwarte cookie-achtige stukjes erin. Heel leuk gedaan. Oeh, het ruikt naar vanille. Vanillekoekjes. Ik krijg echt honger van heel deze collectie. Oh my goodness. Ik heb een balmpje op. Die haal ik er even op. Er zitten vitamine E, shea, boter en essentiële oliën in. Waardoor je lippen geconditioneerd, gehydrateerd en gerevitaliseerd worden. Oké. Je moet wel altijd eventjes ingaan als je hem voor het eerst gebruikt. Want je moet wel die ruwe stukjes voelen. Oeh, ik voel het. Die andere scrub van hun is echt heel goed. En ik denk deze ook. Dit is hun andere scrub, de normale. Hij lijkt erop, alleen ja, gewoon een andere kleur. Oeh, het voelt goed aan. Ja, hij is echt heel ruw. I love it. Wow, dit is echt een van de beste betaalbare scrubs die ik ooit heb getest. Echt fantastisch. En ik vind het ook fijn dat het in zo'n lipstick tube zit, want dan hoef ik mijn handen niet vies te maken. En wat ik dan altijd doe, is dat ik inga met een wattenschuifje en het er dan zo afhaal. En terwijl ik het eraf haal, doe ik het er ook nog zo een beetje in. Ja, drukken zeg maar. En dan kan ik nog een beetje zo extra scrubben. Even een balmpje aanbrengen, anders blijven mijn lippen zo droog. Fantastisch, echt een goede scrub. Echt zeker goedgekeurd. Dan iets voor mijn gezicht. Dit is de Elf Cosmetics Cookies and Dreams Just the Cream Putty Primer. Ik ben een fan van hun putty primer, dus ik ben hier heel benieuwd naar. Ik ben benieuwd of die anders gaat zijn of gewoon letterlijk als hun normale. Het ziet eruit als gewoon een stukje koek. Dat vind ik echt heel leuk gedaan. En dan als je hem openmaakt, is dit wat je ziet. Het ruikt niet echt naar iets. Er staat online dat hij een zoete geur moet hebben, maar ik ruik echt letterlijk gewoon geen geur. Dit is hun normale. Hij lijkt er eigenlijk gewoon precies op. Ik denk dat het gewoon precies deze is, maar dan gewoon in een andere kleur. Deze andere is meer roze en dit is meer vanille. Deze is vaak gebruikt. Ik vind hem echt geweldig. En ik gebruik hem altijd hier zo voor bij de poriën. Ik breng het niet aan over mijn hele gezicht. Ik ga hem aanbrengen. Ik pak altijd gewoon zo'n beetje met mijn vinger. En dan breng ik het gewoon zo hier aan. En dan gewoon zo inwerken. Oeh, hij voelt wel een beetje anders aan. Nou heeft hij wel een geur. Ook weer een beetje die vanillegeur, maar niet heel heftig of zo. Hij voelt een beetje dunner aan dan die andere van hun, dan hun normale. Ik vind wel dat hij iets meer hydrateert. Maar ja, dat is niet echt wat ik per se wil hiermee. Ik wil gewoon dat het hier heel smooth wordt. En ik heb het gevoel dat die andere dat toch wel iets beter doet. Ja, deze doet niet echt heel veel. Hij is gewoon niet dik genoeg om het hier helemaal zo mooi te vullen. Als je begrijpt wat ik bedoel. En dat doet die andere wel echt. Ik ga even die andere ook aanbrengen. Even zien of het gewoon in mijn hoofd zit of dat het echt zo is. Ik ga die gewoon alleen maar hier aanbrengen.
Ja, veel dikker, jongens. Ik zie echt gelijk verschil. Ja, en gelijk is die smooth. Ja, nee, ik zie echt gelijk verschil. Ik dacht even dat ik misschien iets dacht te zien wat niet klopt. Maar het klopt wel. Deze normale is wel echt beter. Ik snap niet waarom ze dat hebben gedaan. Het is gewoon dezelfde body primer. Maar toch heb ik het gevoel dat hij een beetje anders is. Ik weet niet of het in mijn hoofd zit. Maar dat ervaar ik gewoon wel echt zo. Ik ben weer terug. Ik heb eventjes snel mijn gezichtsmake-up gedaan. Ik heb ook allemaal producten aangebracht van Elf. Hun CC Cream. Elf Camo Concealer. Elf Halo Poeder. Oh, ook hun Body Bronzer heb ik ook aangebracht. Elf Highlighter. Enige wat niet is van hun is de blush. Voor de rest heb ik hier een full face met Elf. Ik ga verder met de collectie. Ik ga nu beginnen aan de ogen. Ik heb een kwastenset. Dit is de Elf Cookies and Dreams Brush Set. Dit is dus een ogenkwastenset met 3 kwasten erin. Ik zag online dat de collectie ook een spons heeft. Ik had liever die gehad, maar goed. Dan maar gewoon de kwasten. Dit zijn dan de 3 kwasten. En dit is de verpakking. Zo'n swirl verpakking. Zwart en wit. De verpakking is niet echt mijn fave. Ik vind er een beetje goedkoop uitzien. Maar oké. Ook de kwasten zijn niet echt kwasten die ik echt zou gebruiken. De fluffy kwast is zo platachtig, zeg maar. Ik had hem het liefst gewoon zo rond gehad. Maar goed, we gaan ze gewoon gebruiken. Oeh, het voelt echt heel goed. Koop aan. Ook heel licht. Hieronder is het ook helemaal niet goed afgewerkt. Het voelt gewoon zo aan alsof iemand gewoon met een mes zo bot heeft afgesneden. Ja, de kwasten zien er voor nu niet echt heel goed uit. Ik heb natuurlijk ook een paletje. Dit is het Elf Cosmetics Cookies and Dreams Eyeshadow Palette met 8 prachtige matte en glanzende kleuren. Weer zo'n heel klein schattig paletje. Ziet er op zich goed uit. Gewoon net als hun andere paletjes. En dit zijn dan alle kleuren. Het ziet er mooi uit. Heel apart. Een beetje bruinige en blauwe kleuren. Wel, ja, wel aparte kleuren. Dat wel, maar goed. Ik vind het gewoon wel goed uitzien. Ik vind het best wel een uniek paletje. Dit soort kleuren samen in een paletje zie je niet heel vaak. Dus ja, je moet wel echt houden van blauw. Anders is het paletje al niks voor jou. Dat ruimt. Maar goed, dit paletje ga ik dus gebruiken. Maar ik ga nog meer gebruiken, want ze hebben ook oogschaduw sticks. Dit zijn de Elf Cosmetics Cookies and Dreams No Budge Eyeshadow Sticks. Als je me al lang volgt, weet je dat ik echt een fan ben van hun oogschaduw sticks. Ze zijn altijd super creamy, super makkelijk aan te brengen. Ik vind ze altijd heel fijn. Dus ik ben hier heel blij mee. We hebben 4 kleuren. Bruin, zwart, wit en blauw. Dit zijn dan de 4 kleuren. De kleuren komen echt perfect overeen met het oogschaduwpaletje. Dat vind ik echt top. De zwarte en de bruine kleur hebben wat witte glittertjes erdoorheen. En de witte en de blauwe kleur, die zijn gewoon mat. Oké, best wel unieke kleur. Ik vind ze er heel mooi uitzien. Ze swatchen weer heel creamy en heel veel pigment. Ik heb geen idee hoe ik zowel deze kleuren kan gebruiken als het paletje. Want ik wil ze allemaal gaan proberen. Want het is een testvideo. Maar we gaan er gewoon iets van maken. Dus laten we gewoon snel beginnen. Ook de kwasten ga ik gebruiken. We zijn ingezoomd. Nou kunnen jullie alles beter zien. Ik heb hier al geprimed met concealer. En vastgezet met poeder. Dus we kunnen gelijk ingaan. Wat gaan we maken, jongens? Echt. Ik moet echt iets creatiefs bedenken. Om al deze producten te kunnen gebruiken. En het moet ook nog eens een look zijn die ik gewoon kan dragen. Want ik ga zo meteen buiten lunchen. En ik heb geen zin om me opnieuw op te maken. Dus ja, ik maak het allemaal wel een beetje moeilijk voor mezelf vandaag. Ik denk dat ik wel een look weet. Ik ga even in met mijn make-up Revolution Tape om het hier mooi strak te maken. Mensen, wie heeft Bridgerton, hoe je het ook zegt, deel 2 gezien? Seizoen 2. Ik had gisteren een dag vrij en ik overdrijf niet als ik het hele seizoen heb gezien in 1 dag. Ik vond het echt weer geweldig. Ik wil niks verklappen voor de mensen die het nog niet hebben gezien, maar let me know wat je ervan vond. Ik vond het echt leuk. Ik had het einde al vanaf het begin verwacht. Heel cliché allemaal weer, maar ik vond het wel echt heel leuk. I love it. Oké, ik ga beginnen met deze bruine oogschaduw stick. Hebben de sticks namen? Volgens mij wel. Moet wel. Ja, deze heet Cookie Lover. Oké, hij valt er gewoon al bekant uit. Dat is niet echt handig. Kan hem er gewoon zo uithalen. Wat de F. Ga eens terug, joh. En dan ga ik hiermee een soort van wing naar buiten creëren. En dan ga ik die zo meteen uitblenden. Zo. En dan pak ik deze ronde kwast. En dan ga ik het een beetje zo uitblenden. Want ik wil het wel lekker smoky hebben. Oeh, het blendt echt goed uit. Het blendt wel echt een beetje weg of zo. Dat is wel jammer. En dan pak ik deze donkerbruine matkleur. En dan deze beetje platte fluffy kwast. En met die kleur ga ik er hier een beetje zo overheen. Dit is wel echt een grote kwast. En dan ga ik er gewoon zo overheen. Ik weet niet wat ik aan het doen ben. Hopelijk wordt het mooi. Oeh, I love it. Ik was heel eventjes bang.
maar het is goed gekomen. Dan pak ik deze iets lichtere bruine kleur. En met die kleur ga ik een beetje over de randen om het mooi uit te blenden. Wauw, die kleur is heel uniek, heel mooi. Dan haal ik de tape weg en dan zie je, dan heb ik zo'n mooie strakke lijn. I like it. Ik moet zeggen, de kwasten zijn qua verpakking echt super, super cheap. Maar ze werken wel heel goed. Ze blenden alles echt toppie uit. Wow, dit ging echt goed. Terwijl ik het aan het doen was, had ik iets van, dit gaat niet echt heel goed. I love it. Het heeft echt heel mooi aangebracht. En ik zie nou hier ook allemaal een beetje van die glitters. Want deze bruine stick is niet helemaal mat. Er zitten wat witte glittertjes erheen. Ik vind het echt heel mooi. Wow. Oké, dan wil ik gewoon ook nog puur, omdat ik alles wil gebruiken, ook nog ingaan met deze zwarte stick. En dan pak ik deze andere kwast, deze dunne platte. En wat ik dan doe, is ik pak een beetje met die kwast van de stick. En dan ga ik een beetje zo hier over de rand, om het een beetje zwart te maken. Oeh, dit gaat ook echt heel goed. Wow, jongens, ik ben echt impressed allemaal. En dan trek ik het een klein beetje door naar boven, maar niet heel veel. Oké, nou, dit ging echt top. I love it. Die sticks echt zo goed. Het paletje is ook echt heel goed. Deze kleuren werkten echt goed samen. Dan ga ik naar de onderkant. Wat ga ik doen met de onderkant? Ik ga denk ik eerst in met deze witte stick. En dan ga ik het hier binnenin een beetje helder maken zo. Want hier is het altijd een beetje donker bij mij. We doen gewoon een klein beetje aan zo. En dan maak ik deze platte kwast een beetje schoon. Ik heb daarmee zwart aangebracht. Dus ik moet hem echt goed schoonmaken in dit ding. En dan pak ik ook een beetje van deze witte cream kleur uit het paletje. En dan ga ik die stick een beetje uitblenden hier zo. Oké, je moet de sticks wel echt gelijk uitblenden. Anders gaan ze helemaal zo vastlokken. En ik breng het echt best wel ver zo hier naar mijn neus. Ik wil het daar heel mooi verlicht hebben, zeg maar. Dan pak ik deze blauwe stick. En die breng ik aan in mijn waterlijn. Mijn hele waterlijn. Wow, die is super fel. Kijk even dit. Dit gaat zo goed, jongens. Ik pak ook nog deze bruine stick. En die breng ik ook aan in mijn waterlijn. Maar alleen maar hier zo in de buitenste hoek. Om het een beetje te matchen met die oogschaduw. Dat ik een soort van blauw-bruine ombre effect krijg. Dan pak ik weer deze bruine matte kleur. En die breng ik een beetje aan waar ik ook die bruine oogschaduw stick heb aangebracht. Op mijn onderste wimperrand. Maar alleen maar zo hier in de buitenste hoek. En dan connect ik het zo met de andere oogschaduw. Mensen, ik heb tot nu toe alleen maar deze kwasten gebruikt van de kwastenset. En ik vind ze echt fijn. I love it. Oké, dan is het nu tijd voor wat blauw. Iets meer blauw. Ik ga in met deze lichte blauwe glanzende kleur. En deze matte lichtblauwe kleur. En ik ga beginnen met de matte kleur. Ik gebruik gewoon nog steeds deze kleine kwast. En die breng ik aan op mijn onderste wimperrand. En dan ga ik in met de glanzende kleur. Voor een extra pop. Dan pak ik weer die blauwe stick. En die breng ik een beetje extra aan. Want die is nou een beetje weggevaagd door alles. Ik hou van deze pop van blauw. Echt fantastisch. Dan ga ik nog in met deze lichte vanille glanzende kleur. Maak ik weer mijn kwast schoon in dit ding. Want ik wil alleen maar deze kwastenset gebruiken. Pak ik een klein beetje van die kleur. En die breng ik een klein beetje aan hier zo op mijn ooglid. Om het te verlichten. Kijk hoe lichter het nou wordt. I love it. En dan weer een klein beetje blenden bij de randen met deze grote fluffy kwast. Dit is echt de mooiste look ever. I love the vibe. Echt super mooi. Ik wil toch nog hier iets meer een pop. Dus ik ga weer in met deze witte stick. Jongens, ik ga echt de hele tijd op en neer. En die breng ik nog een beetje extra aan hier zo. Gewoon voor een kleine extra pop. Ik heb echt alles gebruikt volgens mij. Ja, ik heb elke stick gebruikt. En hierin ook bijna elke kleur. Behalve deze donkere kleur en de blauwe kleur. Voor de rest heb ik al deze kleuren gebruikt. Dus het is me echt wel gelukt om gewoon alles te gebruiken. Ook heb ik alle drie de kwasten gebruikt. Ook heel fijn. I love it. Nou ga ik de look afmaken. Mascara, wimpers en zo. En dan kom ik zo bij je terug. Daar ben ik weer. Ooglook is helemaal af. Omdat ik dus een lash lift heb gehad. Vond ik niet echt nodig om hele wimpers op te plakken. Dus ik heb halve opgeplakt. Dus alleen maar hier zo op het uiteinde. Dit zijn Sophia wimpers van Queen Tarty. Maar ik heb ze gewoon door de helft geknipt. Ik vind het echt super mooi. Oh, en ik heb hier twee blauwe steentjes geplakt. Hier en hier. Dat vond ik wel iets extra's geven aan de look. Ik vind het echt een hele mooie look geworden. Als laatste de lippen. Ik heb drie nieuwe glosjes. Dit zijn de Elf Cosmetics Cookies and Dreams lip glosjes. En de collectie heeft drie kleuren. Toch wel drie aparte kleuren. Ik ben vooral benieuwd naar deze zwarte kleur. Kijk, zwart, wit en blauw. De blauwe is een beetje licht doorzichtig blauw. De witte is zo wit met van die soort van cookie kruimeltjes erdoorheen. En de zwarte is zwart met wat glitters. Hele aparte kleuren. Vooral zwart. Ik denk niet dat het heel veel kleur gaat hebben, want het is een gloss, obvious. En alle glossjes hebben weer die vanillegeur. Ik vind die vanillegeur echt heerlijk. En dit zijn dan de drie kleuren. Zoals je ziet niet heel veel pigment, want het zijn gewoon echt glossjes. Onderaan is zwart. Dan heb ik de witte kleur in het midden.
En dan de blauwe, beetje doorzichtige kleur. Wel heel glossy zoals je kunt zien. Ik ga ze even alle drie aanbrengen. Ik ga beginnen met deze blauwe doorzichtige. Ik hou van de 11 glossjes. Ik heb, by the way, een video gemaakt waarin ik het hele assortiment van hun test. Als je die nog niet hebt gezien, ik zou het zeker eventjes bekijken. En daarin heb ik ook verteld dat ik deze glossjes heel fijn vind. Ik heb er 3. Dit zijn de andere glossjes. Maar ik moet zeggen, deze zijn een beetje anders. Nu ik ze zo aanbreng, ze brengen iets meer stroef aan. En de verpakking is ook wel een beetje cheap, een beetje goedkoop weer. Oké, je moet echt best wel veel aanbrengen. Dit is dan de kleur. Ja, je kunt niet echt blauw zien. Het is gewoon meer een doorzichtige gloss. Ik pak even een van die andere glossjes, gewoon van hun normale collectie. Ik ga die even aanbrengen, want ik heb het gevoel dat die beter aanbrengen. Ja, deze zijn echt anders. What the F? Ik ga stuk. Ik denk heel de tijd dat iets in mijn hoofd zit, maar dan is het helemaal niet. Zowel de kwaliteit van deze verpakking als gewoon hoe die aanbrengt, hoe die aanvoelt, is beter dan deze. Dus dat vind ik wel een beetje jammer, maar oké. Dan ga ik in met de wittige. Ze brengen echt heel stroef aan en ik moet super vaak terug hierin gaan om meer aan te brengen. Dat is wel jammer. Ze ruiken wel echt heerlijk. Oké, dit is dan de wittige. Deze is qua geur het heftigst. I like it, want ik vind het echt een lekkere geur. En ik zie ook iets meer kleur. Ik zie echt een soort van vanille melkachtige kleur hier doorheen. Wel heel mooi. Wel een beetje plakkerig. Ik zie het zo een beetje plakken aan elkaar wanneer ik praat. En dan als laatste de zwarte, mijn fave. Ik dacht dat dit mijn fave ging zijn, want ik vond de kleur heel uniek, maar ik vind het toch niet zo mooi op de lippen. Je kunt wel echt een beetje zwart er doorheen zien, maar het is een beetje vlekkerig. Op de ene plek, zoals hier, is er heel veel zwart en hier weer helemaal niks. En ondanks dat ik daar wat meer aanbreng, blijft het gewoon vlekkerig. Dat vind ik niet zo mooi. Ook is hij weer stroef, ik moet weer veel aanbrengen. Deze glossjes zijn niet echt mijn fave, helaas. I don't like them. Oké, jongens, dan zijn we klaar. Mensen, dit was het dan. Dit was de hele Elf Cosmetics Cookies and Dreams collectie. Wat vonden we ervan? Ik vond het echt een leuke collectie. Ik ben echt heel blij met deze make-up look. Ik ga ook gewoon zo meteen zo weg. Ik vind het echt heel mooi geworden. Ik raad ook alles aan, behalve de glossjes. Had ik eigenlijk vandaag niet verwacht van tevoren. Maar de glossjes vind ik helemaal niks. Deze zwarte kleur, het lijkt gewoon alsof mijn lippen aan het dood bevriezen zijn. Nee, ik vind deze glossjes alle drie gewoon niet fijn. Voor de rest, ik raad eigenlijk alles aan. Ik vind dit paletje echt heel fijn. Heel mooi gepigmenteerd. Blend goed in. Deze No Budge Eye Shadow Sticks. Ook echt amazing. I love them. Ook de kwasten vond ik echt goed. Ondanks de slechte kwaliteit qua verpakking vond ik ze wel gewoon heel fijn. Deze lipscrub ook echt toppie. Een van de beste betaalbare lipscrubs ever. En oh ja, deze primer vind ik ook niet zo. Ik vind toch gewoon echt hun normale beter. Dus het enige wat ik niet aanraad is deze primer en de glossjes. Voor de rest is echt alles een aanrader. Vooral deze scrub is echt zo fijn. Zoals altijd ben ik ook weer heel benieuwd naar jullie mening. Let me know wat jullie van de collectie vonden beneden in de reacties. En zoals altijd hoop ik dat jullie weer hebben genoten van de video. Nou, vond je de video leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Ik plaats hier ook nog 2 video's om te bekijken. En mijn gezicht hier om te abonneren. En dan hoop ik jullie weer snel terug te zien bij de volgende video. Doei doei!